Er is geen twijfel mogelijk. Het Gooideur. De opening van de nieuwe ijsbaan in Nieuwbuinen op vrijdag 9 februari om 7 uur 's avonds. Vanuit zijn scootmobiel knipt voorzitter Jacob Hofman het touw van het spandoek aan het hek door. Hij wordt daarbij terzijde gestaan door zijn vader, die in het verleden de eerste penningmeester van de ijsvereniging was. Stel hem af, 1, 2, 3, ja! Ja! De voormalige voetbalvelden van voetbalvereniging Nieuwbuinen zijn door de ijsvereniging in heel korte tijd omgebouwd tot een prachtige ijsbaan. Arjan Plat maakte met zijn drone eerder op de dag deze opname vanuit de lucht. Het aanleggen van de ijsbaan ging volgens voorzitter Jacob Hofman heel snel. Ja, in 9 november geloof ik hadden we de startdag. Er was nog gewoon een voetbalveld. Was nog groen. En nou is het allemaal, de baan ligt er al. En nou, dan moet er nog heel wat afgewerkt worden. Maar het gaat heel snel, heel snel. En ook de financiering van de banken en de provincie en de gemeente ging heel snel. Het was allemaal boven verwachting. We konden zelf haast met organiseren. Nou, we redden het net. Het kon net. Het moest ook niet sneller. Nee. Geen wonder dan ook dat de voorzitter met grote trots een ere rondje over de nieuwe baan maakt. Nou ja, het ijs was eigenlijk niet zo goed meer. Maar dat ging even een lekker gevoel dat dit er helemaal ligt. Ik vind het een geweldig project en ik geniet er niet zo van. Ook alleen die voorbereiding was onder genot. En alles liep zo makkelijk. Nou, en dit is het resultaat. We zijn er nog niet, maar dit wordt nog wel wat. Even lekker slippen op het ijs zit er jammer genoeg niet in. Nee. Ik heb maar even rustig aangedaan. Want ik wil geen brokken, want ik zit niet voor niks in dat ding. 2 dagen lang hebben de kinderen al gebruik kunnen maken van de ijsbaan. Helaas is op de openingsavond het ijs niet goed genoeg meer om de kinderen te laten schaatsen. Maar dat mag de pret niet drukken, want iedereen is trots op de ijsbaan. Heel trots, heel trots. We zijn zelf ook trots, maar Nieuwbuinen is ook zeer trots. En zoals alles wat, zoals de mensen meeleven hier in het dorp met deze ijsbaan, het is gewoon geweldig. Voor Jacob zit het schaatsen er niet meer in. Maar het zou mooi zijn als er ooit nog eens schaatsen voor zijn scootmobiel zouden worden uitgevonden. Ja, waar ze dat maar. Maar van zomer houden we een scootmobielrace. Dan trommel ik een stuk of 5 scootmobiels op en een pitstop en alles erbij. Ja, hoor. Daar houden we aan, daar komen wij. Ja, dat is prima. Ja.